Op 7 december overspoelden tienduizenden Catalanen Brussel voor hun recht op zelfbeschikking. Velen logeerden bij vrijwilligers van de VVB. Meer dan 1000 Vlamingen ontvingen hun strijdmakkers bij hen thuis en in de cafés. Vlaanderen en Catalonië lagen nooit zo dicht bij elkaar. Vlaanderen en Catalonië, één strijd. Zou je iets willen zeggen aan de mensen in Vlaanderen? Bé, nosaltres estem molt contents d'estar aquí a Flandes per donar suport al nostre president i molt agraïts als flamencs per l'acollida. Vanaf de actie er was om mensen te slapen te leggen of op te vangen, hebben we direct samen met mijn echtgenote direct ons huis opgesteld. Hem arribat aquí a Bèlgica, a casa d'uns amics, per demà anar a la manifestació i donar suport als catalans. Ik vind het heel belangrijk dat mensen die zoveel kilometers rijden een warme plaats hebben om te overnachten. Jo crec que Europa ha de canviar el seu signe. Europa no pot ser l'estat dels rics, Europa ha de ser l'estat de les regions, ha d'escoltar el poble. I per tant, Flandes, Catalunya, Euskadi, Escòcia, tots ens mereixem ser escoltats i que respectin el nostre il·lusió de ser independents. Ik vind dat wij solidair zijn met dat volk, we hebben daarvoor gekozen. Ik vind dat we de rit ook moeten uitdoen en ik ontvang die mensen graag om van elkaar te leren. Al poble flamenc, doncs, que no es rendeixi mai, que com nosaltres no ens deixarem de rendir i que lluitarem fins a aconseguir-ho. La meva opinió és que la independència catalana, que té tots els números de produir-se, perquè estem molt decidits a fer-la i som majoria, obrirà la porta a independències com la flamenca i d'altres a Europa. Het principe van zelfbestuur. Dat we zelf kunnen beslissen in welke richting we willen gaan, de ene of de andere richting. En vooral de weg naar die onafhankelijkheid, hoe zij dat gedaan hebben. Dus we leren van elkaar en ik ben benieuwd hoe zij het gaan doen. Sigueu lliures, sigueu lliures. Penso que senzillament ens entenen perquè ells tenen molta similitud amb nosaltres.